Vooral veel discussie en gekibbel tussendoor. Ik denk dat dat op ons allebei wel wat indruk heeft gemaakt, omdat je heel erg met dat geld bezig bent, heel erg met dat tellen bezig bent en ook heel vaak jezelf afvraagt van welke keuze moet ik nu maken, welke keuze is de juiste. Het heeft alleszins heel veel gedachten en gedachtegangen geopend en het is nog iets waar dat wij het nog wel af en toe over gaan hebben en waar dat we toch nog over gaan nadenken en dat sowieso, denk ik, wel een invloed gaat hebben op de manier waarop we verder lezen. Het is vrijdag 3 oktober. Ik kwam juist terug van Maasmechelen, waar ik in de Soma het inleefpakket gekregen heb om te beginnen aan de inleefweek armoede. Mijn vriend is vandaag jarig, dus ik had een verjaardagstaartje gekocht. Verder was de vraag vandaag dat vrienden hadden ons uitgenodigd om samen iets te gaan drinken op café. En de vraag was erbij van of we zouden meegaan of niet. Goed in het achterhoofd houdende dat een rondje toch al snel €12 zou kunnen kosten. We hebben besloten om niet mee te gaan, ook omdat we vandaag eigenlijk hier zelf thuis een feestje hebben. En van de lekkere taart waarover ik sprak, van die ik deze morgen bij de bakker ben gaan halen, was eigenlijk nog heel veel over. En we hadden hier ook nog wat drank staan die we gekregen hadden. Dus we hebben eigenlijk de vrienden uitgenodigd om langs hier thuis te komen. Want ja, je ziet het toegegeven, het is hier best wel gezellig. In vergelijking met een of ander dufcafé was het hier ook een heel leuk feestje. En we hebben dus niets van ons budget uitgegeven en hebben toch een leuke avond gehad. Dagavond 6 oktober. Het is 9:15 en ik kom aan in het station van Alken. Mijn fiets staat er nog, gelukkig. Ik moet nog even een brood gaan halen en dan ben ik thuis. Bij de broodautomaat, maar shit. Er zit niks meer in. Het is een kortwijzijnse broodautomaat bij thuis. Ik heb geen zin om terug naar het centrum te rijden om te kijken of daar in de andere broodautomaat nog iets in zit. Geen brood morgen vroeg, maar we zullen wel zien hoe we dat oplossen. Morgen 7 oktober. De fietsband is stuk. Omdat ik die fiets echt nodig heb om naar het station te fietsen, kan ik ni niets anders doen dan die te laten repareren. Dat gaat ons wel €10 kosten, maar tja, wat moet dat moet. Ja, ik vloek in het hart en denk bij mezelf: stomme fiets, waarom nu? Dinsdag 7 oktober. Ik kom juist terug van de fietsenmaker. Mijn band is ondertussen alweer hersteld. Ik ben wel €10 van ons budget kwijt. Ondertussen blijft er nog €70 over. Dat is de helft van het budget waar we zaterdag mee begonnen zijn. Het is vandaag zaterdag 4 oktober. Ik probeer een videodagboek bij te houden van de inleefweek armoede. Enkele dingen die ons zijn opgevallen in het gezin nu al op dag 1 is dat we worden verondersteld geen internet te hebben. Het internet is duur. Mijn dochter zit op het middelbaar en moet voor school Smart School raadplegen. Ze doet dat meerdere keren per dag. Als er een taak is bijgekomen, een lessenrooster verandert. En dat zou dan niet meer kunnen. Ik zie de mogelijkheid niet om mij elke avond te verplaatsen naar de bibliotheek om Smart School te gaan raadplegen. Dus dat is al iets waar we heel erg tegenaan liepen en wat ons liet nadenken. De tweede was er voor de school van mijn dochter. Hebben zij een taak opgekregen voor een bepaald vak waarbij dat ze ingrediënten zelf van thuis uit moesten meebrengen. Het ingrediënt dat mijn dochter moest meebrengen waren aardbeien. Ik heb deze aardbeien dan ook gekocht zo net in de winkel. En de aardbeien kosten €5,25 voor een halve kilo. Ze heeft geen halve kilo aardbeien nodig voor haar taak, maar je kan niet per 100 gram kopen, dus je bent sowieso dat bedrag kwijt. Dus dat was inderdaad wel even bij stil te staan en na te denken
over hoe dat de school daar ook mee omgaat en hoe vanzelfsprekend sommige dingen worden genoemd. Vanmiddag zijn we naar het verjaardagsfeest gegaan van mijn petekind. Zij is morgen jarig, ze wordt 3. En natuurlijk verdient zij een mooi cadeautje, maar dat gaat er absoluut niet af deze week. Ik had eerst gedacht van een soort van waardebon te maken en om haar dan een van de volgende weken mee te nemen naar een speeltuin, een binnenspeeltuin, een ijsje eten. Maar ik maakte mij bedenking dat als ik in armoede zou leven, ik dit nooit klaar zou krijgen, dat ik die belofte niet zou kunnen nakomen. Dus dat heb ik uiteindelijk dan niet gedaan. Wat ik heb gedaan is, ik ben op zoek gegaan in onze kelder naar speelgoed waar onze kinderen te oud voor zijn geworden. Ik heb dat schoongemaakt, mooi ingepakt. Het is dag 3 van de Inliefweek, of het is nacht. Dag 3 en ik ben al gecrashed. Na 3 dagen nam ik nog 23 euro. Dat heb ik niet zot gedaan. En vandaag kwam mijn zoon naar huis. Een co-ouderschap. Dus die is deze week bij mij. Dankzij hem heb ik 25 euro meer om te spenderen deze week. Dus op 95 euro in plaats van 70 euro. Het is kermis vandaag. En ik keek er zo naar uit om te gaan met mij. Maar dat ging niet omdat ik al 2 dagen ziek ben. En ik ben niet naar de dokter willen gaan. Omdat ik er budget niet voor heb deze week. Ik heb ook uitgesteld, 2 dagen uitgesteld, om medicatie te nemen. Maar het beterde niet. En dus heb ik toch de medicijnen genomen die ik in voorraad had. Maar ik heb die kleine wel 10 euro gegeven van kermisgeld. Omdat ik niet vond dat hij moest... hij moest lijden onder het feit dat ik het zot idee had om mee te doen aan Inliefweek armoede. Iets waar hij totaal niet achter stond. Hij vindt armoede al erg genoeg dat dat bestaat, dus hij wilde dat niet zelf meemaken. Uiteindelijk heeft hij vandaag wel beslist om mee te doen. Maar het spookt gewoon de hele tijd door mijn hoofd, want Wat als we echt arm waren? Wat als ik echt mijn 95 euro in de week alles moest doen? Ik ben zo dankbaar dat ik een goede job heb die ik graag doe, waarmee ik genoeg verdien om het als alleenstaande moeder te redden en mijn zoon alles te geven. Ik ben zo dankbaar dat ik de kans heb gehad om te studeren. Maar wat als ik dat niet had kunnen doen? Wat als ik mijn zoon niet de kans ga kunnen geven om te studeren zoals ik de kans heb gehad? Ik moet uitkijken als alleenstaande moeder om rond te komen. Maar dat lukt gelukkig. Maar er mag niet veel gebeuren. Ik moet stoppen met te denken wat als en dankbaar zijn om wat ik heb. Het is verdomme moeilijk. Armoede is een onrecht. Ik snap niet. Ik snap niet dat de regering me geen woord hebt over armoede. Dat ze er niet meer aan willen doen. Ik gun het u niet, maar
misschien zou het helpen dat ze allemaal een keer meedoen aan zo'n inleefweek.